vandaag heb ik een nieuwe fidget spinner voor jullie, die gewoon net even wat luxer is dan de, ja, dan de gewone versie. En ik ga hem gewoon even lekker reviewen voor jullie, kijken wat die is, hoe die is en even vertellen waarom die een stuk toffer is. Nou, te beginnen zit hij al in een mooi doosje, wat deze natuurlijk niet zit. Daar kun je hem gewoon, kun je hem gewoon lekker in bewaren. Zo simpel is het. En als je hem openmaakt, zul je ook zien en gelijk voelen dat hij al een, dat hij al een stuk zwaarder is dan de normale versie. Hij is helemaal gemaakt van best wel sterk ijzer, waardoor hij gewoon een stuk steviger is en een, waarschijnlijk ook een stuk langer meegaat. Je kan al zien dat hij er al wat anders uitziet. Bij deze heb je in het midden een lagertje en hier aan deze kant nog drie lagertjes voor het gewicht. Dat is bij deze niet nodig, omdat deze helemaal van staal gemaakt is en deze gewoon sowieso wat zwaarder is. Dus je hebt dat extra gewicht aan de zijkant niet nodig om snel te kunnen spinnen. Daarnaast zit er wel aan de binnenkant zit er gewoon een lagertje, waardoor die, daar moet hij natuurlijk op draaien. Dus in deze zin is het in principe, het is natuurlijk ook gewoon een fidget spinner, maar hij zit net wat anders, wat steviger in elkaar en net wat luxe versie die wat langer meegaat. Ik heb deze gekregen van Cadeautje Bibelot om een filmpje voor jullie over te maken. Deze kost 15 euro, wel wat duurder dan de andere, maar ik denk wel dat je er meer plezier van hebt en dat die ook een stuk langer meegaat. Daarnaast ziet hij er ook gewoon een stuk cooler uit, vind ik zelf. Je kunt deze kopen bij Bibelot in Abeierland en in Alblasserdam. Als je daar niet in de buurt woont, kun je hem ook via de webshop bestellen, waarvan ik de link in de beschrijving van de video zal zetten. En over het algemeen is het gewoon net een wat toffere versie. Hij is ook wat kleiner, dus je houdt hem makkelijker in je hand om mee te draaien. Gewoon over het algemeen net even een wat toffere, luxere versie van de fidget spinner. En als je sowieso fan bent van fidget spinners, zou ik zeggen koop er een, want het is altijd leuk om mee te spelen. Hebben jullie nog andere fidget spinners die jullie ergens hebben gezien of ergens hebben gekocht? Laat het weten, want ik ben best wel benieuwd naar wat voor varianten er nog meer verkrijgbaar zijn. En dan ga ik een paar nieuwe toffe video's voor jullie maken. Oh!